Peter Groteboer en mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Een burn-out is voor mensen die dat niet zelf aan hun lijve hebben ondervonden, moeilijk te begrijpen of herkennen. En toch zijn er een aantal symptomen waaraan we dat wel hadden kunnen doen. Hoe dat dan werkt, ga ik vragen aan Peter Groteboer. Welkom Peter. Hallo Rietje. Je bent eerder bij ons te gast geweest, dus we tutoieren elkaar. Prima, goed plan. We hadden toen in dat vorige gesprek over een burn-out. En jij vroeg me toen of ik zelf iemand kende die daar last van had. En daar kon ik volmondig ja op zeggen. En toen zei jij na afloop van, dan wil ik daar graag op terugkomen en dan gaan wij het daarover hebben. En dat is dus vandaag. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar best heel erg van geschrokken ben. Ja. Ja, ik ben er erg van geschrokken, want ik moet je zeggen dat ik in de loop van de afgelopen jaren daar zelf totaal geen seintjes over ontvangen heb. Dan denk ik, ben ik dan zo ongevoelig geweest? Waar had ik op moeten letten? En bedoel je dat voor jezelf of nee, voor je omgeving? Nee, van iemand die ik goed ken die dat heeft. Waar ik dus goed mee omga. En dan denk ik, hoe had ik kunnen herkennen dat hij in een diepe burn-out zat? Een burn-out krijg je niet zomaar. Dat gaat heel geleidelijk aan. Dus de symptomen, kijk, als je een been breekt, is dat gelijk duidelijk. En trouwens ook voor je omgeving. Hè? Als je een been breekt, pootje in het gips, deuren gaan voor je open, iedereen helpt je, dat is gelijk duidelijk. Maar een burn-out gaat heel rustig aan. En je merkt dan dat iemand bepaalde signalen negeert. Iemand is echt moe na een werkweek, maar gaat toch nog door. Of iemand, daarvan merk je, die kan wat minder hebben. Maar je kan niet omdraaien. Je kan niet zeggen, iedereen die wat minder kan hebben, heeft dan een burn-out. Dus het is niet zo duidelijk zichtbaar. Nee, maar hoe zou... Nou, eigenlijk troost me dat. Ja, ik vind eigenlijk wel, ja, klinkt raar, maar eigenlijk vind ik dat wel een fijn antwoord. Want dan denk ik, ik had het dus niet gelijk kunnen herkennen. Nee. Was het nou zo'n feest? De mensen zelf herkennen het vaak pas veel te laat. Kijk, dus die realiseren zich ook niet dat ze in een put zakken of wat dan ook. Ik weet niet eens wat het eigenlijk is. Nou, het punt is dat een burn-out ontstaat eigenlijk door chronische stress. Er is constant, wordt er meer van je gevraagd dan dat je hebben kan. En het lichaam reageert daarmee, en daar hadden we natuurlijk de vorige keer over, ja. Dat je lichaam daarop reageert alsof er constant gevaar is. De stress die aangaat en uitgaat, daar hadden we het de vorige keer over, die staat daar alleen maar aan. Hmm. En je moet eigenlijk ook een beetje kijken naar het profiel mensen. Welk soort mensen is nou vatbaar voor een burn-out? Is dat niet iedereen dan? Als ik vanaf nu 3 maanden wezenloos ga werken, dan wil dat niet zeggen dat ik naar een burn-out ren. Nee. Dus het is een bepaald type? Ja, het past toch over het algemeen bij een bepaald type mensen. Het zijn de nerveuze? Nee, niet speciaal. Het zijn gedreven, maar ook vaak wel perfectionistische mensen, die slecht nee kunnen zeggen. Ze hebben vaak ook veel zorgbloed in hun aderen. Ze zijn altijd bezig met een ander. Voelen ook heel snel aan als er iets met een ander is. Zijn over het algemeen slechte nee-zeggers. Indirecte hulp vragen. Bijvoorbeeld, nou moet ik toch woensdagmiddag met mijn zoon naar de tandarts. Maar ik heb er nog 3 rondlopen. Nou dan, zo'n persoon is vaak dan geneigd, oh, dat kan ik wel voor je oplossen. Terwijl het er geen directe vraag kwam. Dus het is het zijn de lievers van deze maatschappij, die zich, en ook wel gedreven mensen, die zich volle bak geven voor alles en iedereen, maar zich uiteindelijk uitputten. En dan op een, niet een beetje manier, maar echt allerlei systemen in het lichaam raken uitgeput. Maar dan hebben we het meer over, denk ik, de privé dingen. Maar kan je dat dus ook overkomen als je op je werk? Absoluut. Misschien niet eens te veel gevraagd wordt, maar dat er situaties ontstaan dat je daar bedreigd, kan je bedreigd gaan voelen dan? Oh ja, er wordt natuurlijk ook steeds meer aandacht voor pesten op het werk. Nou, als dat heel subtiel gebeurt, dan kan je daar heel naar
door worden benaderd. Dus heel het heeft ook niet met zwakte te maken, heb ik begrepen. Nee, totaal niet. En dat is zo jammer dat het vaak in die hoek neergezet wordt. Want het zijn vaak hele sterke mensen die eigenlijk heel goed weten wat ze willen. Maar de maat van wat ze kunnen, dat zijn ze een beetje kwijtgeraakt onderweg. Want je lichaam, gegarandeerd, je lichaam heeft gereageerd van hallo, jij gaat wel door na die 40 uur om het nog beter voor elkaar te krijgen. Maar ik kan het niet meer. En die signaaltjes, dat wordt vaak en doorgaan. Schep je er bovenop, daarna wordt het misschien wel beter. Maar dat daarna wordt het misschien wel beter, komt niet. Een poosje pieken is helemaal niet erg. Je kan het 3 maanden mega druk hebben. Ja, maar ik voel me vooral, toen ik dit programma of ons gesprek ging voorbereiden, toen ben ik zelf echt wezenlijk geschrokken, omdat ik dacht, had ik dan niet veel alerter moeten zijn? Had ik niet veel eerder moeten zeggen van, of moeten denken? Terwijl het vaak in een gesprek, bijvoorbeeld later, dat ik dacht, maar dat heb ik al lang verteld. Ja, maar dan zie je... Maar nou, ik heb uit die informatie begrepen dat ze dat niet meer hebben op kunnen nemen of wat. Dus klopt. En weet je, ik vergelijk het heel vaak met een griep. Als jij een dikke vette griep hebt, heb je dan zin om stamppot boerenkool te eten? Nee, ik denk het niet. Weet ik niet. Nee. Nou, meestal niet. Als jij een dikke vette griep hebt, heb je ook geen zin om een grote wandeling te maken. Het lichaam doet dat, die zet dus systemen een beetje uit ten dienste van de griep. En als je nou kijkt naar het brein, hè, want je zei, ik had een verhaal verteld en daarna wist hij het gewoon niet meer. Nee. Maar het brein is een duur orgaan, die vraagt veel energie. Hè, je kan beter je huis een dag schoonmaken dan een dag naar school gaan. Mm. Van een dag naar school ben je veel moeier. Op het moment dat dat brein dus een beetje uitgezet wordt, ten dienste van herstel, denken mensen, ja, alle mensen kan het niet nog een keer vertellen. Maar het lukt dus gewoon niet. En eigenlijk doet het lichaam het fantastisch. Ja, ik neem aan dat het lichaam je eigenlijk op die manier probeert te beschermen of ja, zo. Die zegt, doe maar niet. Ik vraag wel eens aan mensen. Maar is die wil dan zo groot dat ze, ondanks dat het lichaam zegt, ja, aanvankelijk, hè, want ik heb later begrepen dat het heel anders gaat, maar aanvankelijk zegt het lichaam dus nee, maar dan is die wilskracht waarschijnlijk die overheerst en dan gaan ze ja, toch door. En waardoor ze veel meer in de narigheid komen. Wilskracht, plichtbesef, trouw zijn, beloftes die waargemaakt moeten worden, verwachtingen die mensen hebben waar ze aan willen voldoen. Dus hun draai. Nou, misschien ook vaak de sterke zijn voor de omgeving misschien. En dat blijven of niet? Is dat anders? Nou, dat is een beetje anders. Het is meer dat ze gedrag laten zien waarin ze eigenlijk het heel goed willen doen. En dat mag hun alles kosten. Het is geen mentale ziekte? Nee. Wat betekent dat precies? Het is, kijk, mensen zeggen dan van, ja, maar dat is psychisch. Het effect van helemaal leeggetrokken worden, zie je ook in het psychische deel. Maar daar is het niet begonnen. Het is begonnen bij te hard werken, waardoor het lichaam lijdt. En dan uiteindelijk... Wacht even. Dus eerst is het lichaam helemaal uitgeput en dan gaat het aan je rest van je lijf. Nou ja, dan heeft het consequenties voor het psychische deel. Als jij je helemaal 3 slagen in de ronde gewerkt hebt en je merkt dan op een gegeven moment, ik kan het niet meer. Denk erom dat effect heeft op van wie ben ik, waar ben ik, waar ben ik gebleven. Hè, dus het heeft wel effect erop, maar het is niet aan zich een psychische ziekte. Het is echt begint lichamelijk. Ik heb gelezen dat ze vermoeid, extreem vermoeid kan zijn zelfs. Uitgeblust en steeds minder energie, dat zei je al. En dan denk ik, leef je dan als het ware boven je kunnen, boven je vermogen, boven... Of is dat werk, dat is dat niet zo? Nee. Je bent chronisch meer aan het geven dan dat je hebt. En dat, op den duur, herstelt het lichaam niet. Kijk, als jij 's ochtends weer fris wakker wordt, zeg je, weer een nieuwe dag, we gaan er tegenaan. Maar deze mensen, ze hebben vaak ook al in slaap ingeleverd. Ja. Omdat het lichaam zo ontzettend aan blijft staan. Maar dan zie je dat de systemen zijn leeggetrokken en proberen ze het nog een keer en dan nog een keer. Ja, en dan op een gegeven moment zegt het lichaam, nu is het op, uit, over. Wordt er in die periode, dat heb ik opgezocht, hè, dus niet uit ervaring, maar zo, wordt er in die periode door de omgeving misschien eerder gedacht dat ze lijden aan een depressie dan aan een burn-out? Want ze
Zijn vermoeid, zien het niet meer zitten, hebben geen zin hierin. Dat hoeft niet meer. Dan zou ik, denk ik, van, god, die heeft een depressie, die is helemaal nooit niet in orde. Maar een burn-out. Nee. Nee. Als mensen echt stevig burn-out zijn, dan laten ze een depressief beeld zien. Oh, toch? Ze laten een depressief beeld zien. Ja, beeld. Maar voor de niet-kenner... Ja, dan, maar ik vraag dan vaak, voel je je triest? Ja, ik voel me triest. Hè, dat is na een overlijden. Dan ben je niet depressief, dan ben je triest. Maar het systeem wat zorgt voor een geluksgevoel is leeggetrokken. Maar het heeft ook een doel. Want als jij depressief bent, of ik noem het dan liever triest, dan ga jij rust nemen. Dan ga jij je terugtrekken. Dan wil jij een dekbed over je heen. En eigenlijk is dat hetgene wat ze moeten doen. Dus het triest worden staat in dienst van herstel. Maar je ziet heel vaak dat de mensen om hun heen zeggen, nee, je moet naar buiten. Ja. Je moet tuurlijk, maar soms moet iemand eerst eens gewoon heel erg bijkomen. Ja, maar dat zeg je. Maar dat moet natuurlijk dan ook wel kunnen. Want als je in een gezin zit, ja, en kinderen vragen je aandacht, dan moet jij wel kunnen zeggen, nou, vandaag ben ik er niet. Vandaag lig ik onder mijn deken. Dat gaat dus niet. Dat kan dus niet. Nee. Daarom is het goed om in ieder geval van het werk ziek te melden. Zodat je moet gaan kijken op welke vlakken kan de stressfactor eraf. Maar het is dus ook niet zo wat ze wel eens zeggen van, je moet alleen de leuke dingen doen. Want daar zijn ze ook blijkbaar niet meer toe in staat, want ze zijn op. Maar er zijn geen leuke dingen ook meer. Ook dat is het natuurlijk. Nee, er zijn geen leuke dingen meer. Dus als iemand na een periode van rust, terugtrekken, eerst eens even de balans opmaken, zin krijgt om iets te doen waar hij vroeger ook veel plezier uit beleefde, dan ben ik blij. Dan zeg ik, dat is het eerste stukje van herstel. Dus ze moedigen wel aan van ga leuke dingen doen. Maar als voorheen leuke dingen was naar de bioscoop gaan, kan dat nu al iets kunnen zijn. Ze het niet opbrengen. Ik moet er niet aan denken. Ja, want je moet je schoenen aantrekken. Ja, je moet de deur uit. En je moet de deur uit. En eigenlijk voordat ze bij de bioscoop zijn, is het mandje al leeg. Ik heb gelezen dat je ook nog kan gaan lijden aan slapeloosheid door het piekeren. En dan kom je in een visuele cirkel terecht. Dan kan je eetlust aangetast worden door de stress. Maar waar leidt dat dan toe? Want dan ga je dus niet meer eten. Ja, en dan kom je dus echt in die neergaande spiraal. Want voeding, goede voeding, is het begin van herstel. Ja, maar alles komt eruit. Alles wat je neemt, komt eruit. Ja, maar dat is allemaal stress. Dat is allemaal stress. Kijk, en dat je geen zin hebt, daar heb je weer van die griep, in een vette hamburger, mooi. Want je moet gezonde dingen eten. Het lichaam geeft toch wel heel vaak aan, doe dit nou niet en doe dat nou wel. Maar als je zo moe bent, ja, dan moet het eten voor je neergezet worden. En dwingen om te eten misschien. Aanmoedigen. En kijken wat kan. Want als het eruit gegooid wordt, heb je er ook niks aan. Extra kwetsbaar zijn ze ook, heb ik begrepen. Mm-hmm. Doordat ze angstig. Hartkloppingen, verhoogd cholesterol, verhoogde bloeddruk. Dan ga je denken dat er van alles aan je gezondheid mankeert. En ik weet bijvoorbeeld over degene over wie ik het heb, dat hij op een gegeven moment op de trap zittend, schoenen uitdoen, in slaap gevallen is. Dan zeg je, dat kan niet, je bent bezig met iets. Ja. Maar dat is dus die dat is dus gewoon uitgeput die, zijn. Die uitknop. En als mensen dan nog doorgaan, dan zegt het lichaam, tackelen. En nu ga je rust nemen. Dus je zit dan wel... Dan stopt het gewoon. Ja, dan stopt het gewoon. Ja, dan stopt het gewoon. Mooi systeem eigenlijk. Als ze maar luisteren. Maar het is wel heel... Ja, ik wil zeggen, maar dan zijn ze wel al heel ver. Ja. Geheugenproblemen, daar hebben we het al over gehad. Ja. Maar wat me ook heel erg opvalt, dat is ze gaan zichzelf afbreken en krijgen daardoor een laag zelfbeeld en worden afhankelijk van anderen. En dat vind ik van anderen, mm-hmm, of medicijnen of alcohol of zo. En denk ik, dat is toch wel ontzettend verdrietig. Maar zelf dacht ik dat het afhankelijk worden van anderen het verdrietigst is. Dat je niet meer zelf besluiten wil nemen, maar alles maar bij een ander neerlegt. En dat is dat ontzettende moeilijke proces waar ze eerst doorheen moeten. Want je merkt, dit gaat niet meer, dat gaat niet meer. Ik weet eigenlijk niet eens de volgorde hoe ik me aan moet kleden. Want zo ver kan je uitgeput zijn. Snap je dan dat er van je zelfbeeld niet zo heel veel overblijft? Want je levert maar in en je levert maar in. Dan heb je
mensen om je heen nodig die zeggen, jij hoeft even niet te denken, dat doe ik voor jou. Ik ga je helpen. Dat zijn strohalmen die je met beide handen aanpakt. Maar ja, dat kan natuurlijk dan ook ontaarden. Ik bedoel, zolang het nodig is, denk ik dan oké. Ja. Dan kan ik me nog voorstellen dat dat je houvast geeft. Van, ik hoef even niet, nou laat maar. Maar aan de andere kant denk ik dat het je misschien ook belemmert om weer op te krabbelen. Want waarom zou je het doen? Alles wordt al gedaan. Nee, als het goed is, en daarom is het goed dat je hulp hebt. Ook van de mensen die om jou heen alles goed bedoeld doen. Maar dat je hulp hebt om te kaderen. Oké, nu mag je even maximale zorg geven. Maar langzamerhand moet diegene ook weer de dingen zelf gaan doen. Als die daartoe in staat is. Ja, hoe weet je dat je dat kunt? Ja, dat zijn soms hele kleine stapjes. Maar dat weet diegene met die burn-out zelf. Die weet op een gegeven moment... Soms moet je hem aanmoedigen en zeggen... Oké, we hebben nu een aantal weken, maanden... Hè, waarin je maximaal tot rust kon komen... Slaap-waakritme in gang brengen, in een goed model brengen, is natuurlijk heel belangrijk. En als je merkt van oké, er wordt beter geslapen, er komt iets meer energie, ja, dan moet je gaan praten met elkaar van wat ga je nu weer gewoon als eigen verantwoording opnemen. Ik heb van iemand gehoord die zei, ik deed de hele ochtend over de vaatwasser leeghalen, maar ik heb wel de vaatwasser leeggehaald. Ja, morgen vaatwasser. Zo ver komt het, zo erg kan het zijn. Dat kan, ja. En dan denk ik, ik heb het opgeschreven omdat het me echt raakte ook, als je je dan zo voelt, dan ga je dus je zelfstandigheid en je gevoel van eigenwaarde denk ik ook steeds meer verliezen, hè, want dat ben je nog. Mm-hmm. Leidt dat dan ook weer niet tot een grote mate van vereenzaming? Want je trekt je steeds meer terug, anderen nemen het eventueel over, mm-hmm. Je hoeft niet meer, kunt niet meer. Nee, maar daarom hoop je van ganse harte dat deze fase niet te lang duurt. Kijk, want dan kunnen ze inderdaad in een depressie raken. Ja, maar dan die depressie of dat triest zijn kan nog steeds functioneel zijn als je eerst nog moet herstellen. Op een gegeven moment moet er weer een beetje interesse komen in de wereld om jou heen. En dan is het eerst je eigen gezin. En daarna de mensen die daar heel dichtbij staan. En daarna. Hè, dus, maar je kan daar nooit van zeggen, oké, we zijn nou een half jaar verder... Dan volgens patroon ga je... Nee. Er staat ook geen tijd voor, hè? Nee. Nou, lang. Als je goed... Lang. Ja, dan moet je tijd nemen. Het probleem is alleen, en daar zou ik voor willen vechten... Het systeem waarin wij, zeker in een werksituatie, is... Wanneer ga jij weer beginnen? Wanneer ga jij weer een kopje koffie drinken op je werk? Ze willen je heel snel weer in dat werkproces hebben. Hoe meer druk er komt over jij moet weer gaan werken, hoe langer dat het duurt. Ja, maar dat klinkt ook logisch. Want dan denk ik, als dat niveau pas half vol is, je energieniveau... Ja. En ze gaan daar al aan knabbelen, dan heb je maar de helft om te geven. Precies. En dan ben je weer zover. Ja. Terwijl ik denk, als je inderdaad, wat jij dan zegt, de tijd en de kans geven tot het vol is... dan kun je ook waarschijnlijk meer hebben. Precies. Ik vergelijk het altijd met een emmertje. Je hebt een emmertje energie. En dan vraag ik aan de mensen, als je nou 's ochtends opstaat, wat is jouw... energielevel. Nou, dan zeggen ze vaak in het begin, nou, dat gaat wel hoor, dat is best wel een 6. Dan zeg ik, denk nou eens goed na. Met een 6, dan moet je een heel aardig eindje kunnen komen. En als je echt doorpraat, dan zeggen ze een 3. Zo! Een 3, als ik opsta. Wat moet je doen van die 3? Nou, dat is jezelf aankleden. Dat is soms nog een gezin. En een wasje erin doen. En is 3 op. En dan ben je dus de dag nog maar een uur oud. Dus je gaf net heel mooi dat voorbeeld. Als dat emmertje in energie niet eerst omhoog gaat, ja, dan ga je toch niet meer vragen van iemand. Nee, maar weten, wat ik al zei, ik heb dit niet geweten. Ik ben echt geschrokken toen ik dit gesprek voorbereidde. Ik ben echt geschrokken dat ik dacht, wauw, maar dit is veel erger dan ik dacht. Ja. Nou, als ik dat niet weet... Waarom zou een ander dat dan wel weten? Of waarom zou een baas zeggen van, blijf jij nog rustig 9 maanden thuis? Nou, omdat ik met mijn ademhalingstraining probeer om die aanstand uit te krijgen, bereid ik het gesprek ook heel vaak voor wat mensen met hun bedrijfsarts hebben. Want als je het goed uitlegt, komen ze wel met je mee. Dus dat is waar jij, want dat wilde ik dus ook weten, als er dus iemand bij jou komt met een, hij weet het of niet, met een burn-out, wat ga jij dan doen? Zorgen dat dat energiepeil omhoog komt. Dus zeggen, neem je rust? Absoluut. En jij leert anders, en dat ademhalen, want dat slapen is dus schijnbaar heel belangrijk. Ja, natuurlijk, een slaapwaardig. Dus jij leert ze ontspannen? Of? Ja,
Maar eigenlijk begin je met, accepteer nou eens dat het op is. Want er blijft zo lang een conflict met wat ik altijd gedaan heb en wat ik nu niet meer kan. Dus dat boksen naar, ik wil weer hierheen. We moeten eerst in de rust komen van, je bent nu hier. Nou, daar zijn echt een paar weken voor nodig. En dan zit je nog steeds met een heel laag energie. En het hele lichaam is uitgeput. En dan ga je heel langzaam proberen dat energie, en dat doe je met voeding, met de ademhaling, met ontspanning, met het leven bekijken, want je bent niet voor niks burn-out geraakt. En dan ga je langzaam dan zeggen, en dan word ik zo blij als mensen zeggen, het is een vier. Dan en denk jij van ze zijn... We gaan omhoog. Het gaat nooit gelijk helemaal omhoog. Maar als jij nog steeds na een uur leeg bent, moet je wachten. Tijd. Het duurt lang voordat je burn-out bent en het duurt lang voordat je er weer uit bent. Maar in die tijd kan je zulke mooie levenslessen leren. Ja, ja, het zal ongetwijfeld, maar vooralsnog denk ik, potverdikke, je zal ermee getroffen worden. Je zal eraan lijden. Het lijkt me echt, kijk, het wat is... jij dus zegt, als je 's morgens opstaat, wat voor energielevel heb je dan? Ik word 's morgens wakker. 5:30, 6:00, dat verschilt per dag. En denk ik, oh, lekker. Nou. En dan ga ik eruit. Dus het is heel moeilijk te begrijpen. Ik kan me niet voorstellen dat ik 's morgens om 6:30 denk van, oh, ik moet nog even, ik wil nog wel blijven. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar daardoor komen die mensen ook in zo'n crisis van wie ben ik en wat stel ik nog voor. Want die hebben dat jaren ook gehad. Dat ze gewoon vooruit konden, dat ze gewoon het leven aankonden. Dat ze er ook van genoten hebben. Maar ergens is er een signaal gemist en een afslag genomen. Van, ik hoor wel dat mijn lichaam niet meer kan. Maar weet je wat mijn hypotheek... Die wilskracht is zo groot. Ja, maar daar kan ook een hypotheek aan hangen. Ja, een hypotheek kan van alle, natuurlijk. Hè, want het gevaar wat wij hebben is niet meer de beer. Het gevaar wat wij hebben is dat wij meer dan 150 mensen kennen. Want moet jij eens op Facebook kijken. Dat multimedia, we krijgen veel meer informatie dan we kunnen verwerken. Nou, ik hoorde vandaag op de radio iemand zeggen van de sociale media is een tweede baan. Nou, ik heb daar dan gelukkig geen last van, maar het schijnt een tweede baan te zijn. Zo druk zijn ze urenlang nog buiten de baan met dat andere. Maar ja, we moeten afronden. Oh. 's avonds worden ze tegenwoordig ook, kunnen ze... Nou zijn er bedrijven die dat gaan stopzetten, hè? Maar mensen mogen tegenwoordig 's avonds door de baas ook gemaild. En je kan inloggen, er is geen werktijd meer. Nee, en daar gaan we langzamerhand toch slachtoffers door krijgen. En voor ons is van belang van... Verdiep je echt eens in burn-out. Het is meer dan... Dat heb ik nou gedaan. Het is meer dan een beetje moe zijn. En je ziet het hoe het je raakt als je erin duikt. En nu zou je er heel anders mee omgaan als daarvoor. He, dus informatie erover geven, informatie lezen, helpt gewoon om deze mensen te steunen. Want ze hebben zich 3 slagen in de ronde gewerkt. Maar vroeger kwam dat toch niet voor? Ja, maar vroeger had je niet zoveel dingen buiten je werk en je... Mensen gingen toch om 9:00 naar bed? En nu gaan we nog even pauw kijken. Nou, ja. Moet je kijken wat de informatie dat er naar je toe komt. We weten wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Ja, zolang je gezond bent, dan denk ik... Ik vind het nog steeds heel leuk, al die informatie. Maar ja, blijkbaar maar, als het eenmaal fout gaat... Je moet het kaderen. Je moet het kaderen, ja. En er moet gewoon balans zijn tussen actie en rust. Dank je wel. En het is moeilijk. Het is goed. Ja, blijf zitten. We kunnen nog wel doorgaan, ja. Dat mag niet. Nou ja. Dus blijf nog even volgende zitten. Afspraak. Ja, zo is het. Dat was het voor deze week. En volgende week ben ik terug met een ander onderwerp en een andere gast. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een hobby of een onderwerp waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. Deze uitzending is naast Slogo ook terug te zien via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. Alle voorgaande uitzendingen zijn terug te zien via www.huiskamervanvlakke.nl. En deze weer terug te zien via mijn eigen Facebookpagina. Graag tot volgende week. Dag.